Welkom bij weer een nieuwe video van Marco Video's. Tof dat jullie kijken. Vandaag hebben we een festieve video voor jullie. Dat is namelijk, dat hebben jullie waarschijnlijk al wel in de titel gezien. Gaat dit de lelijkste sneaker zijn van dit jaar? We gaan het eens even lekker bekijken. Yo Mark, what's up? Mark is op mijn video's, het leven is een hype. Streetwear sneakers, like, subscribe. Lekker gooi. Oké, Celeste. Zoals jullie zien, SVD, wij zijn daar geweest, Ricardo en ik, toen wij in Barcelona waren. En daar hebben we even een kijkje in de winkel gedaan. En dat is wel toch een van de mooiste sneakerwinkels die ik in mijn leven heb gezien. Dus ben je er nou benieuwd naar. De video staat hier nu in ietsje ergens bovenin. En dan gaan we eens even deze schoenen bekijken. Oké, het begint al met de doos. Die is al bijzonder. Het is wel een Air Jordan 1 doos. Overkomt je. Maar dan bijzonder, en jullie kennen het vast wel herkennen, is namelijk de release van J Balvin. En even een zieke paper ook. Eigenlijk hebben ze denk ik met alle details wel opgelet, net als bij de Travis Scott. Alright, is this the ugliest sneaker of the year? Het is wel super extravagant. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar die de bottom is niet wit, maar roze. En dat is ook met de tang zo. Die overigens echt mega dik is in vergelijking met andere Jordan 1 tangs. Hij is zo open, dus je ziet de foam hier zitten. Maar echt veel dikker dan andere. Ook bij veel blazers heb je dit. Maar ja, het is echt wel veel dikker. Ik denk dat het qua dragen wel veel lekkerder zit eigenlijk. Omdat je gewoon meer steun hebt. En je ziet op de tang staat ook nog het logo van Jordan 1 of van Jordan Brand en van J Balvin. Ik vind het wel een bijzonder schoentje. Je hebt hier die patches aan de achterkant. Patches, daar zitten er een aantal van bij als het goed is in het zakje. Ja, hier in het zakje. Je hebt deze roze, degene die erop zit, dus het logoetje. En nog een basketballetje. Wel laten zien. Ja. Ik ben zelf niet zo'n heel erg groot fan ervan, want ja, wat voegt het eigenlijk toe aan de sneaker, vind ik niet zo gek veel. Ik moet zeggen dat ik hem bijzonderder vind dan de Travis Scott Air Jordan 1. Daar hebben ze natuurlijk maar echt een paar dingen veranderd op de schoen, zoals de swoosh achterstevoren opgezet en hier die hoe zeg je dat? Een soort zakje, tasje. Ze hebben wel echt die swoosh proberen te laten poppen. Behalve dan dat ze hem tegenovergestelde kleuren hebben gegeven, hebben ze wel daaronder een zwart leren stukje gedaan. Ik vind het op zich wel dope dat ze dat hebben gedaan, om dat toch meer te laten springen. Die tandjes doen me een beetje denken aan de video van Riff Raff. Dan zegt hij iets van: I'm trying to blow up and act like I don't know nobody. My main goal is to blow up. And then act like I don't know nobody. En dan gaat hij lachen zo. En heeft hij een grill met allemaal van die tandjes. Insert video hier. Daar doe ik me aan denken. Insole is vastgelijmd. Daar kunnen we helemaal niks mee. Maar je kan hem wel zien. Hij is namelijk groen van binnen. Met ook weer het logo van J Balvin erop. Ze hebben het eigenlijk overal opgegooid. Net de voorkant van de tong en nu de achterkant eigenlijk omgedraaid. Dus overal staan alle logo's op. Wat vind jij van die schoen? Vind jij het misschien de lelijkste release van het jaar? Of misschien wel helemaal niet? En vind je ze wel hartstikke dik? Laat het dan even weten hieronder in de comments. Sowieso zou het toch echt heel leuk zijn als jullie voor mij zouden willen subscriben. Ik zie namelijk dat 50% van jullie kijkers niet zijn subscribed. Dat doet mijn hart pijn. En om nou iedereen een fijne kerst in deze moeilijke dagen te brengen, doe dan even op die subscribe button klikken. En dan zou ik toch heel blij worden van jullie. Wil jij nou echt bijzonder zijn, dan is dit wel echt een schoen die je moet nemen. Want ja, ik zie niet zomaar iedereen hiermee over straat lopen. En ben jij nou degene die louter wil zijn en zichzelf wil expressen, dan is dit natuurlijk wel de perfecte schoen voor jou. Dus ik denk niet dat ze meer bij veel releases zijn, maar sowieso nog op
sites als StockX, Klekt, Restocks, ja, noem maar op. Er zijn er genoeg natuurlijk. Het is een bijzondere schoen. Ik weet niet zo goed wat ik er nog meer over moet zeggen. Maar ik hoop dat jullie erg van deze video hebben genoten. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Subscribe even op mijn kanaal. En laat een comment achter met wat jij van deze schoenen vindt. En of je ze zou rocken. Of dat je ze gelijk in de prullenbak zou gooien. Dat kan natuurlijk ook. Nee! En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video van Mark My Videos. Peace out. Thank you.